Ja guys, welkom bij een nieuwe serie bij Sven Kijkt met vandaag Jurassic World Camp Cretaceous Season 2. En je vraagt je waarschijnlijk wel af, Sven, waarom in godsnaam ga je seizoen 2 beginnen en niet seizoen 1 beginnen? En daar is een heel simpele reden voor. Ik heb seizoen 1 al gezien en ik vond seizoen 1 echt geweldig. Als je dus seizoen 1 van Camp Cretaceous nog niet hebt gezien, ga dat dan zeker kijken. Het staat op Netflix. Het is een enorm goede toevoeging aan Camp Cretaceous. Wat er speciaal is aan deze serie is, het speelt zich af, of het eerste seizoen, speelde zich af tijdens Jurassic World. Dus alle gebeurtenissen in Jurassic World komen terug in Camp Cretaceous. Dat was heel cool om te zien. Het is natuurlijk geëindigd met een cliffhanger. Mensen die nog niet hebben gekeken, klik nu weg. Of kijk even op de timer die ik hier in beeld heb gezet. Dan wanneer ik ga stoppen met het praten over het einde van seizoen 1. Want op het einde van seizoen 1 zijn ze natuurlijk dat joch kwijtgeraakt. Dat is dood tussen haakjes. Denk niet dat ze dat gaan doen, want dat kunnen ze niet maken, een kind vermoorden in een kinderserie. Dat kunnen ze niet, zelfs Jurassic World niet. En ik moet eerlijk toegeven, we zagen hem op het einde ook al terug. Dus op het einde begon zijn handje te bewegen met, ik ben zijn naam kwijt, met een dinosaurusje. Dus dat is interessant. Verder vond ik het enorm interessant, dat had ik totaal niet verwacht, dat de camp kids dat de boot niet gingen halen. Ze hadden het niet gehaald en ze zijn gestrand op het eiland. Ik dacht er bij mezelf al het hele seizoen. Hoe gaan ze hier in godsnaam in seizoen 2 aanbreien? Ja, nu weet ik het. En nu ben ik geschokt. Ik ben heel benieuwd waar seizoen 2 naartoe gaat. Ik zeg je, het eerste seizoen was enorm goed. De eerste twee afleveringen waren een beetje van oké. Daarna werd het enorm spannend. Dus ik ben benieuwd wat deze serie gaat leiden. Als je de hele serie al wilt zien, heel seizoen 2 staat al online. Ik ga wel één keer per week maar een aflevering online zetten hiervan, om puur dat ik ook nog wel afwisseling kan brengen. Dus de komende 8 weken gaan we kijken naar Jurassic World Camp Cretaceous. Ik zou niet kunnen zeggen welke dinosaurus dat is. Hoe heet deze? De kompies zitten in de bal. Oh, dit is interessant. Welkom back at Camp Cretaceous. Welkom back at Isla Nublar. Blue! Life goes on after the Indominus. Dat is het kamp. Oh, daar zitten ze met twee achter de jongens aan. En de meisjes. Oh, die is opgegeten. In over de T-Rex. Why are there so many dinosaurs around? Well, it's either your boyish charm or the fact that all the fences on the island are down. No offense, but I can't keep running like this. Zij zijn de enigen op het eiland. We don't have to. There's bound to be a way to call for help on Main Street. Jurassic World. What happened here? Oh ja, dit is de end battle van Jurassic World, inderdaad. Oh my god. From the height, it looks like maybe the T-Rex and the Indominus. The Indominus Rex. I don't think we have to worry about it anymore. Okay. Wow, dat was even eng. Wow. I bet my followers are worried sick about me. And your parents? Nou, ja, dat is wel cool. Ik vind Brooklyn haar personage echt geweldig. Maar ze wordt ook gespeeld door Jenna Ortega, dus ik ben blij. Did you know there's hidden dinos carved into the buildings? Or that aircraft aren't allowed to fly over the island? Oh. Sorry, that last one's a bummer. Hey! Oh ja, tuurlijk, want ze zitten vast. Yeah. And everybody spread out. There's a way to communicate with the outside world somewhere here on Main Street. We find this thing and we go home. Yeah. This rock is really a trash can. Those vines are electrical cords. Pretty neat. Oh, okay. That's cool gedaan. You ever notice Brooklanders is weird to say?
Is dat een T-Rex? Het is een T-Rex. Eentje met een boom. Oh, we gaan naar Main Street. Sommige kinderen zijn zo awkward hierin. Frozen pizza. It's frozen pizza. Ooh. They'll eat anything. Yeah, but so will Kenji. I object to that. Ben? Oh, Ben. What? No, I tried. Oh, it doesn't roam. Doet ze op één been, hè? Dus. Chapeau. Damn, son. Hide. Hide. I know where the beacon is. Oh. We already looked here. We looked, but we didn't look. Well, that clears that up. It's like Sammy was. We never saw the beacon because it was camouflaged. Aha. There's stuff inside. Find it again for the camera. Ooh, there's stuff inside. Oh, daar is de bom. En dan ga je zeggen dat is de bom met de beacon in. En daar is de beacon. Maar nou kun je toch ook gewoon gaan? I mean, kan je die beacon niet gewoon uit die bom trekken? Moet hij in die bom blijven zitten? Ze moeten gewoon weten dat die dino ver genoeg weg is natuurlijk. Kijk, als ik in zo'n park zat, ik was binnen 2 minuten dood. Ik had in deze dino nodig, ik was gewoon gevallen en ging sterven. Ze zijn erbij. Nou. Nu zijn de batterijen plat zijn, stel je voor. Want we moeten nog 7 afleveringen gaan na deze. Oh no. Stel je voor, ze wordt gewoon opgegeten. Oh nice, goede vangst. Ja nou. Oh, ze gaat terug! Oh, ze horen het niet. Aha. Don't you dare kill Jenna Ortega. Single sense. En die is gewoon dood. Oh my god. Genius! Nice. Oh god! Signal received. They're gonna be saved. Oké, ja, dat was interessant. Net hetzelfde met de vorige episodes. Deze zijn iets minder spannend, gewoon puur omdat het de begin-episode is. Nonetheless moet ik wel zeggen dat ik dit een vrij leuke episode vond. Ik heb me niet verveeld erin, het was... Het was kort, het was krachtig, het was goed, het was tof, het was mooi. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren in seizoen 2. Een eerste episode al is een signal received door de bystanders, door mensen die niet op het eiland zitten. Dus dat is interessant, dat het al zo snel gaat gaan hier. Dus ik denk dat er nog van alles gaat gebeuren. Ik denk dat de signal die ze ontvangen, dat die wel dood gaat gaan. Probably, dit kan niet anders. Gaan ze 8 episodes moeten wachten op een signal? Tenzij dat ze weer gaan doen zoals in de vorige episode natuurlijk, dat ze... dat eigenlijk 1 nacht afspeelt over bijna 4-5 episodes. Dat zou nog kunnen. Ik ben heel benieuwd naar wat Jurassic World Camp Cretaceous Season 2 aflevering 2 gaat worden. Dus ja, ik kan niet wachten om het te kijken. Maar mensen, ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken. Geef een like, comment, subscribe. Deel deze video met iedereen die benieuwd voor het kijken.
and ciao.